Sergio Akinboto, NDP-parlementariër en voormalig minister van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft per vandaag zijn lidmaatschap bij de Nationale Democratische Partij NDP opgezegd. Via een persbericht geeft hij aan dat hij op basis van een grondige zelfanalyse en op basis van huidige maatschappelijke inzichten heeft besloten om reeds aan de start van het nieuwe jaar uit de politiek te stappen. Hij sluit zijn bericht af met de volgende boodschap. Belangrijk om te vermelden is dat Sergio Akinboto zich niet zal aansluiten bij een andere politieke partij. Door de politiek vaarwel te zeggen, stelt de parlementariër zijn zetel in de Nationale Assemblée ter beschikking aan zijn partij. Akinboto was bij de laatst gehouden verkiezing de lijsttrekker in het district Brokopondo.